Dames en heren, mijn winst is in 7 dagen 46.000 euro. Ja, leuk om te weten. Vorige keer had ik namelijk te maken gehad met Duitsers. Agressieve, rijende Duitsers. Ik neem mijn woorden terug dat het rotmoffen zijn. Want anders krijg ik heel de weg gezeik. Aangezien ik dus nog heel de tijd in Polen moet rijden en in Duitsland. Duitsland wordt een hel. Want we rijden namelijk in het donker. Tot na het intro. Woo! Let's go! Vrachtwagenchauffeur! Ik ben jouw adviseur! Met een goede beur, Vincent Chauffeur! Yeah! Zo. En we zijn op de weg. Het is donker, maar dat komt omdat het bijna 4 uur 's nachts is. En de vorige keer hadden jullie inderdaad opgemerkt dat er een paar Duitsers waren die mij flink op de hielen zaten. Ik ben nu keihard gewoon door aan het rijden en ik doe alsof er niks aan de hand is. In de hoop dat ze dus niet meer terugkomen en mij botsen te lijf gaan. Ik schrok daarvan, weet je dat? Het deed me niet pijn. Och, hoe kan ik zo een video beginnen, jongens? Ik moet hier uitkijken. Het is een heel smal, het is dun. Vrachtwagen mag ik niet raken. En ik moet hier eigenlijk... Jongens, ik moet er toch in! Oké, nou, het is al goed. Ik ga dadelijk pas tanken. Ik moet gaan slapen. Ik wil dat het overdag wordt. Ik heb weer 2 boetes gekregen in het begin. Kan ik je een tukje doen, jongens? Ik ga eens even kijken. Kan ik je een tukje doen? Ik wil een tukje doen. Hier. Oké. We gaan uitrusten. Zo. Ik neem wat rust en het is 1 uur. En daardoor heerlijk. Kijk die prachtige lucht. En het is zondag 1 uur. En ik ga kijken. We arriveren op zondag rond 9:30 s'avonds. Nou, dat is prachtig, want het is gewoon prachtig. En zo kan ik genieten van de omgeving van Duitsland. En kunnen jullie gewoon ook stiekem meegenieten van de omgeving van Duitsland. Want de omgeving in Duitsland is super mooi, vind ik. Kijk maar even naar rechts. Dan zien jullie een fantastisch meer wat uitmondt tot... een ander groot meer. En links zien jullie een andere brug waar hoogstwaarschijnlijk een trein overheen gaat. Nou ja, die spoort ook niet helemaal. Maar dat hopen we wel, aangezien er misschien wel mensen in zitten. Nou ja, dan komt alleen de chauffeur om het leven. Ik zie daar voorin wel wat gaafs. Ik zie iets heel vets. Ik zie namelijk een klein hotelletje. En ik mag hier ook maar 50 km per uur. En moet weer een tol betalen of niet? Ik ga het zien. Ik heb dit nog nooit gezien in een vrachtwagenchauffeur Vincent video. Dus dat maakt het wel heel vet. En dit ziet er echt heel leuk uit. Echt heel apart dit. Het is een soort gebouw. Ik vind het fantastisch. Misschien hoort dit wel in de uitbreidingspakket. Want jullie weten dat ik het uitbreidingspakket heb gekocht. En dit herken ik niet. Maar je mag hier lekker 90 km per uur. Dus ik hou lekker mijn gaspedaaltje ingedrukt. We gaan naar Polen, dat weet u inmiddels. Nu mag je weer 70, joh. Get to the point. Ga niet van 90 km en dan een paar meter verder gelijk naar 70, weet je wel. Nou ja, het zal wel. En hoe hard mogen we hier? Nou moeten we weer 40 km per uur. Oké, nu komt er wel een tol. Oké. Nou, het is prima. Ik vind het allemaal goed. Tol jij of tol ik? Ik ga even heel rustig aan doen. Want we moeten hier natuurlijk betalen om... Begin van de tol. Bewaar het kaartje. Oké, we krijgen een kaartje. We hoeven nog niks te betalen. Maar we hebben wel een kaartje om dadelijk te betalen. We gaan over de tol. De Duitse tol. Nou, daar rechts zit al iemand te slapen. Zie je dat in de vrachtwagen? Wat een aap. Nou, je mag hier 70. Ik ga proberen dat aan te houden. Ik probeer in 8 uur. Ik hoop dat het lukt. In 8 uur moet ik naar de bestemming. En volgens mij ga ik even mijn baas bellen. Want mijn baas is namelijk een beetje boos op mij. En ik ga even terugbellen. Ik snap niet waarom. Hier, B100. Ja, dat was een geintje. Hallo baas, ik hoorde dat u nogal een beetje boos was op mij. En ik wou graag een verklaring hiervoor. Wat? Oké. Ik weet van niks. Ik weet niks van agressieve Duitse mensen aan de telefoonlijn bij u.
Ik weet niet wat er is gebeurd. Wacht even. Mooi bruggetje. Nee, dat het een mooie brug was, zei ik. Nee, ik weet van niks. Wat zei u nou? U heeft telefoontjes gekregen van agressieve Duitse mensen? Ik schelde? Ben je gek? Ik scheld nooit op de weg. Nee, ik gedraag me gewoon hartstikke goed. Er is helemaal niks gebeurd. Ik denk dat ze een vergissing hebben gemaakt. Ja. Ja, er zijn meer vrachtwagenchauffeurs op de weg. Dus de kans is heel klein dat ik er ben geweest natuurlijk. Ja, oké. Ja, inderdaad. Nee, maakt niet uit. Nee, dat geeft niet. Sorry, dat maakt niet uit. Is prima. Oké, doei. Zo. Ik weet van niks. Ik weet dat er inderdaad wat mensen boos op mij zijn. Maar ze hebben... Oh, shit, ze hebben dat telefoonnummer achter op mijn vrachtwagen gezien natuurlijk. Dat hebben ze naar mijn baas gebeld. Shit. Shit, daar heb ik gelogen tegen me. Oh shit, hoe gaan we dit doen jongens? Ik heb gelogen tegen mijn baas. Dat waren we wel degelijk. Dit is echt fuck. Ik ontken gewoon. En trouwens, hun hebben niet het recht om tegen mij te botsen. Vind ik. Hè? Ik vind, je moet wel professioneel aanpakken. Ga dan voor me rijden en zet me aan de kant. Hè? Maar ga niet, hey koetjes. Maar ga niet mijn baas lopen bellen van heel kinderachtig van... ja, hij heeft rotmoffen gezegd. Of wat zei ik? Ik weet het niet meer. Dus, het is alweer lang geleden. Vorige aflevering. Maar goed, oké, zand erover. Ik bemoei me niet mee. Ik zeg niks meer. Ik vind het helemaal goed. Ik zie weer industrie. Heel mooi. Is dat Duitse industrie? Dat merken we zo meteen. Ja, dat was een Duitse... Zo flauw, dit is zo flauw. Mooie weg, mooie landschap. Ze zijn weer aan de weg bezig. Jongens, wat zijn we aan het doen? Zijn we een hekje aan het plaatsen langs snelweg? Hartstikke leuk. Ik zou hem laten. 70 km per uur mogen we hier. Oh jee. Hier is het einde van het tolletje. We mogen hier dadelijk geld gaan inleveren. En we mogen hier bij 40 km per uur. Ik ga gelijk mijn rem erop doen. Huppakee. En we gaan heel netjes. Hou ons aan de regels. Waarvoor het spel ook bedoeld is. En gaan wij richting hier zo. En we gaan remmen op het juiste moment. En dan betalen wij die mafkees. Er zit niet eens iemand aan het loket. Sorry hoor, maar kan ik niet gewoon doorrijden? Ik moet €54 betalen voor die graftol. Die Duitse graftol. Duitsers zijn gewoon opzetters, joh. Zijn gewoon opzettertjes. Nou, dan moet ik gaan... Ik heb nog een klein beetje drinken, jongens. Ik moet zuinig doen. Eer dat ik... over 6 uur ben ik pas in Polen. Oh. Piroklo, wat stond er nou voor aparte plaatsnaam? Ik denk dat we Duitsland wel dadelijk uitgaan. Of we zijn al uit Duitsland, ik weet mijn god niet. Ik weet wel dat het heerlijk 2:30 is in de middag. En dat we heerlijk genieten van, ja, Duitsland of waar we ook zitten, zeg maar. Of we zitten in Polen of in Duitsland. Ik ga het snel genoeg aan de borden zien. Want daar staat namelijk Lloyds op en Wroclo. En dat klinkt nogal Pools. Ja, dat klinkt gewoon een soort Pools. Ik zat ook wel aan het rijgedrag merken. Kijk, hier hou ik van. Gewoon hier verkeersbordjes langs de kant. 70 kilometer, maar in Duitsland wordt er gewoon totaal niet aangegeven. Een flitspaal zelfs langs de kant. Je mag het voor mij doen. Ik hou me netjes aan de snelheid. Oké, nou hoop ik dat er dadelijk weer een bordje is. Want ik weet niet of je voortdurend 70 kilometer moet rijden hier. Wat ik wel weet is dat er volgens mij nog nooit Polen zijn binnen geweest. En dat hoort bij de uitbreidingspakket Going East. Dat betekent natuurlijk Nederlandstaal naar het oosten. En naar het oosten betekent dat je naar het oosten van het land gaat. En daar zit Polen. Dus ik denk dat dat nieuw is. En Tsjechië volgens mij, dat weet ik niet of we die al ook nieuw hebben. Het is in ieder geval heel dat Poolse gebied. En ik ben benieuwd. Ik zie nu allemaal nieuwe dingen en dat is gaaf. En een verkeersbordje, hard mogen jongens. 90 kilometer. Oké.
70 km per uur. Oké, dat kleine stukje, mocht je 90 km per uur. Het slaat echt werkelijk op stront. Maar dat is gewoon de logica in de Euro Truck Simulator. En nu mag je ineens 40. Oké. Nou, daar houden we ons aan de afspraak. Ik ga ook gewoon 40. Ja, er stond een icoontje op mijn scherm en ik wist niet waar dat van is. Maar het zal. Oké. We gaan weer een tonnetje betalen. De tweede alweer. En, hoppakee, ik pak het kaartje. En, de spook zit weer achter het loket, zoals jullie zagen. Het spook van de opera. La 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 la. Je bent toch een echte vrachtwagenchauffeur, zonder een enige deuk. Je krijgt nooit spijt van je beroep, want met die vrachtwagen ben je altijd zoet. Ach. Schiet nou op, jongens. Kom op, die vracht, die melkpoeder moet nou al geleverd worden. Ik bedoel, hè? Tjonge, maar wel een hele leuke omgeving zie ik om me heen. Ik zie nieuwe omgevingen. Dit is echt naar Poolse. Dit is allemaal gejat. Wat je hier rechts ziet, allemaal gejat. Die tarwe, die hooibalen, zelfs de bomen zijn gejat. Het is zo erg. Alles is gejat. Zelfs het stoepkrijt om die weg te maken. Oh man. Oh, die koeien zijn ook gejat. Zelfs de uiers. Nou joh. Maak het uit. Prachtige omgeving. Moet je kijken hoe kleurrijk. Ik vind het fantastisch. Ik vind het namelijk zonde als het gewoon donker wordt. En waarom wordt het ineens zo donker? Het gaat niet regenen, hè? Oh wee. Ik zie een donkere lucht. Ik word hier niet vrolijk van. Oh jee. Het is echt donker. Ai. Ik hoop dat het weer niet omslaat. Nou, je mag hier 110 km per uur, dat weet ik. Dus ik kan geen boete krijgen, hoop ik. Ik vind het wel jammer dat ze zo weinig auto's en zo weinig verschillende vrachtwagens hebben gemaakt in de game. Ja, ze hebben op zich wel aardig wat vrachtwagens, maar ik mis nog wat meer modellen. Dat vind ik wel jammer. Misschien nog voor een eventuele toevoeging in de toekomst. Maak wat meer modellen. Ik ga gewoon een keertje een mailtje sturen als het kan. I'm walking on sunshine. Hallo! Dat hebben we voor mij eerder een keer gezongen in de serie. Volgens mij wel. I'm walking on sunshine. Logisch ook. Want het is ook gewoon. Het zonnetje komt volgens mij weer door. Oh, kijk nou, de boeren. Hey man, de Poolse boeren zijn ook aan de hoesten. Met de gejaagde tractors. En we gaan een. Dit is leuke bruggetjes in dat, joh. Moet je kijken. Ik moet trouwens wel even in de gaten houden dat ik niet te hard rij. Ik ga alweer inmiddels 105. Jullie zeggen ook niks. Van Vincent, je rijdt waarschijnlijk te hard. Ik ben nu adviseur met een grote merk. Herman. Ja? Herman, ik hoor je heel zacht. Hoor je mij zacht? Ja, ik hoor je een beetje harder. Herman. Hoor je me nu beter? Ja, ik hoor je veel beter, Herman. Fantastisch. Herman, wat vind je nou van mijn beroep? Ik vind je beroep fantastisch. Dus, je ziet de omgeving. Ja, daarom. Je zit nou op de hands-free trouwens. Als jullie denken van waarom hoor ik ineens een stem. Ik heb mijn telefoon gewoon bij me. Ik heb ervoor stiekem gebeld als verrassing. Oeh, boete, sorry, aanrijding. Ik let er niet op, sorry. Vincent, nee, toch. Ja, sorry. Maar ik hou het wel niet heel lang het gesprek. Want ja, ik ben namelijk in Polen en dat gaat me meer geld kosten. Nou kan ik wel aan mijn baas vragen hoor, dat hij wat terugbetaalt. Dus ja, natuurlijk. Ja. Even een beetje slijmen, weet je wel. Gewoon zeggen van, ja, mijn vader lag misschien een beetje slecht in het ziekenhuis. En ik had gewoon even een beetje contact nodig. Maar even vragen hoe het ging met hem en zo. Vincent, heb je wel een leuke bananentelefoon? Dat ze je aanhouden en zeggen, maar meneer, het is gewoon een banaan. Dat is wel een heel handig idee, Herman.
Ik denk dat ik dat maar ga aanschaffen hoor. Of een hamburger. Oh, dat is ook leuk, zo'n hamburgertelefoon. Ja, ik heb gewoon een mobiel telefoontje, joh. Ik heb altijd gewoon beide mee. Hamburger en banaan? Ja, en dan mijn gewone telefoon. Oké. Dan wissel ik gewoon snel als ze hem aanhouden. Werkt altijd goed in Duitsland met worst en zo. Herman, hou me wakker. Goed. Want, ik bel je natuurlijk met een reden ook. Ja, ik moet gewoon een beetje even een gesprek hebben, want... Dit anders gaat niet goed. Ik bedoel, het wordt... Wat is er allemaal aan de hand? Ja, het is echt een chaos op de weg. Er worden verkeers... Ja, Polen, hè? Ja, nee, die Duitsers. Ik had op een gegeven moment... Duitsers, god. Ja, nee, die Duitsers. Echt, de mensen waren helemaal ondersteboven van. Ik moet trouwens weer bij de tol, dus ik moet mijn vaart minderen. Ik was over Duitsers aan het praten. En op een gegeven moment was ik een beetje negatief over mijn Duitsers aan het praten. En toen was er in Duitsland, reed ineens een auto. Die reed gewoon keihard tegen me aan. Dus, ja, toen wist ik al waar het schip was gestrand natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus toen belde mijn baas van, ja, wat ik kreeg een telefoontje, want blijkbaar stond mijn telefoonnummer achter op mijn vrachtwagen. Hè, en hebben die Duitsers mij, ja, gebeld natuurlijk. Oh god. Ja, dus ik heb gezegd tegen mijn baas heb ik eigenlijk gelogen, want het was wel degelijk zo, maar ja, waarschijnlijk stond ik over een intercom, want normaal, hoe zou je mij kunnen horen, hè? Ja, precies. Dat kan niet. Nee. Nou, ik ga weer de tol betalen. De tweede tol vandaag. En deze was bijna 80 euro voor die tol. Het wordt hopelijk vergoed. Ja, dat wordt meestal wel vergoed. Ik hoop het. En anders drink je wat extra biertjes na het werk. Ja, het zal wel goed komen, toch dan? Ja, dat dacht ik wel. En deze aflevering wordt misschien wat langer, zoals ik zie. Want binnen 4 uur zijn we er. En ik moet dit toch echt even uitrijden, jongens en meisjes. Want als ik er niet uitrijd, dan krijg ik een boete en dan krijg ik mijn punten niet. Want jij weet waar we voor gaan, Herman. Weet je waarvoor ik strijd? Nee, dat weet ik niet. Je had het wel verteld, maar ik ben het even kwijt. Ja, nou, ik heb eigenlijk een nieuw doel. Ik wil mijn vaardigheden wil ik omhoog gooien, zodat ik mezelf goed kan verkopen op de... Ja, als ik moet werken voor iemand. Maar ik wil eigenlijk, ja, maar ik wil eigenlijk wel een eigen bedrijf starten. Oh, dat is fantastisch. Ja, toch? Want ik denk... Dat zou een heel leuk doel omdat zijn. Omdat ik natuurlijk best wel pro ben nu. Omdat ik best wel veel heb gereden op de weg. Vind ik dat ik eigenlijk wel wat mensen voor me mag laten rijden. Nou, dan kan je mooi wat aan verdienen, toch? Ja, dat bedoel ik. En als ik meer verdien, kan ik meer mensen aannemen. En dan kan ik meer dingen kopen. En dan koop ik gewoon een van de beste vrachtwagens die er bestaan. Ja. En dan kunnen mensen gewoon meemaken hoe ik dat ga doen. Hoe ik dat ga aanpakken. Hoe ik als baas zijnde opgroei tot een van de grootste vrachtwagenbazen van het hele universum. Kan je het voorstellen? Ik kan dat me zeker voorstellen. Het lijkt me fantastisch. Ja, toch? En ja, doe me een belletje als je het op hebt staan. Oh, ja, tuurlijk. Maar jij ook? Nee. Ik ga dan op kantoor zitten. Oh, nou dat zou fijn zijn. Want administratie, dat, want ik wil zelf namelijk wel, als ik dan baas ben, wil ik zelf dan ook wel gewoon nog elke keer op de weg zitten. Maar iemand voor administratie, dat zou perfect zijn. Serieus. Nou, ik doe het graag. Nou, ik vind dit niet zo toll. Dat zeggen ze toch in Duitsland? Schön, dat is zo toll. Ja. Maar dit is echt niet toll. Want ik moet, dit is gewoon serieus, de derde toll die ik moet betalen. Derde alweer? Ja, en... Het wordt nou best spannend, want het is al 4 uur in de middag. Oh, het is een chaos. Herman, het is een chaos. Geloof me. Ja, hier in Nederland is het ook chaos, hoor. Hoe dan? Nou, dat warme weer. Iedereen gaat naar het strand toe, hè? Is zo, ja. Heb daar regen, of niet? Nee, het zonnetje schijnt. Nou, het is een beetje bewolkt. Ik had wel verwacht dat het ging regenen, maar... Het is rustig. Zou de rekening met... De zon is leuk, maar niet als de weg helemaal overvol is. Dat is waar. Nou, ik heb mijn ruitenwissers gemaakt pas. Dus voor mij mag het wel lekker regenen, hoor, op zich. Maar het zonnetje schijnt, komt er volgens mij weer doorheen. En binnen 3 uur ben ik op een stemming. Daar ben ik eigenlijk wel blij om. Want we komen namelijk aan op zondag om 8:02. En ik denk dat de mensen er niet mee zitten dat de aflevering misschien wat langer is dan normaal. Maakt helemaal niks uit. En hoe zie je dat dan voor je, Herman? Administratie, hoe zie je dat een beetje voor je?
dat lijkt me super chill toch om met jou samen te werken. Oh, tof. Ja, beide wederzijds, ja. Absoluut. Lekker samen aan het werk, daarna lekker een biertje drinken. Oh, ja, dan moet ik wel niet de volgende dag gaan rijden, want dan, dan gaat het een beetje komt wel goed, één biertje kan. Eén biertje kan wel, ja, ja, ja. Dat moet wel goed komen. Ik heb nog op zich genoeg benzine, dus ik ga gewoon niet tanken. Ik wil eigenlijk gewoon volle gas gewoon vooruit. Want ik denk dat, dat ik het wel ga halen met die tank. Ik moet nog 3:13 en dan ben ik op bestemming. Wat vind je van Polen trouwens? Ik ben er wel eens geweest. Ja? Ja. Ben je er echt geweest, ja? Ik ben wel eens in Polen geweest, ja. Oké. Okay, ik ben er doorheen geweest. Oké, okay, en waar ging je heen dan? We gingen naar Praag toe. Oké. Okay. Tsjechië. Oh joh. En hoe was Tsjechië? Leuk. Veel zwarte marktjes en zo. Maakt dat het gezellig? Ja, het maakt het zeker gezellig. Tof. Net als een zwarte markt bij ons? In Beverwijk? Ja, alleen ze hebben daar wat meer illegale spullen, zeg maar. Logisch, allemaal gejat, hè? Ja, tuurlijk. Absoluut. Tsjechië, Polen, alles gejat. Ik zei net al, er stonden koeien in de wei. Nou, ik sta zeker niet op te kijken als die ook zijn gejat, die koeien. Ja, Bertha 97 en... Absoluut, wordt allemaal gejat. Ja. Nou, ik hoop dat dit de laatste tol is, Herman. Want dit is, ik zie ook een stad in de verte. En ik denk dat we nou al bijna bij de bestemming zijn Polen. We moeten helemaal achteraan Polen zijn, joh. Okay. Achteraan helemaal? Zo. Achteraan, ja. Ik vertrok vanuit... even kijken. Ik geloof of Luxemburg of België. Een van die twee. Dus ik ben echt flink al lang bezig. Ja, lekker toch. Ik moet nog 2:48. Het gaat helemaal goed. Het is een lekker goed weer. Ik heb nog niet zoveel boetes gekregen. Dat scheelt. Het is gewoon een heerlijke dag uit voor mij. Ik zie voor het eerst Polen. Het ziet er goed uit. Ik kan nagaan, dat was maar 1,2 gig. Voor heel Polen, dat valt mee toch? Ja, valt op zich wel mee. Zo, nou Herman, ik ga je van de handsfree afzetten. Ja, is goed. En dan hoop ik dat ik je later weer spreek. Ja, is goed. Spreken we elkaar later. Ja, super. Nou, tot snel. Yo. Doeg. Doeg. En ik zie trouwens dat ik Warszawa heb ontdekt. Warszawa is een plaatsje in Polen waarschijnlijk. En wauw, jongens. Dit is fantastisch. Dit hebben we nog nooit gezien in een vrachtwagenchauffeur Vincent video. Kijk nou, het lijkt net een soort New York-achtig als ik het zo zie. Grote wolkenkrabbetjes. En groen licht. En we gaan de eerste volgende naar links. En ik weet niet of we nog de snelweg op gaan. Maar we zitten nou degelijk in de stad. Ik hoop dat die vent voor me een beetje doorgast. Kom op, jongens. Kom op. Ga niet stilstaan. Kom op. Goed zo. Dankeschön. Oh. Dat was een mooi bochtje. En we zijn lekker op weg naar onze bestemming. En ik ben benieuwd, want dit ziet er fantastisch uit, jongens. Dit is toch wel even genieten. Hier een vrachtwagenchauffeur Vincent video in Polen, dames en heren. We zitten rechtstreeks in Polen en ik vind het eigenlijk wel best wel vet, want ik wil eigenlijk in de volgende aflevering een kleinere vracht doen in Polen zelf. Omdat natuurlijk, ja, het is een nieuw dorpje, een nieuwe plaats, nieuw voor jullie om te zien, nieuw voor mij om te zien. Dat maakt het natuurlijk wel vet als we natuurlijk wat meer gaan ontdekken van Polen. En groen licht geeft al voor mij een positief punt aan Polen. Hè. En het wordt langzamerhand donker, ook bij mij hier in de cabine. Maar ik doe expres geen lichtje aan, hoor. Ik moet me even concentreren. Ik wil zo snel mogelijk op de plek zijn van bestemming. En we zijn er over 2,5 uur, jongens. Jullie moeten toch even eraan gaan trekken. Jullie moeten toch even volhouden, dames en heren, net als mij. Je mag hier 70 en we gaan geloof ik wel weer een snelweg op. En dan gaan we waarschijnlijk naar een nieuwe plaats. En die plaats heette natuurlijk, als ik even mag spieken, Dagser. En Dagser... Dat ligt dus in Polen, blijkbaar helemaal achter in Polen. Zoals ik al zei tegen Herman. En jullie ook natuurlijk inmiddels al weten. En ja, het gaat helemaal goed, denk ik. Ik heb er gewoon vertrouwen in. Ja, wat kan ik hierop zeggen? We hebben nog 12 uur de tijd om de vracht te leveren. Dus
ja, in 12 uur moeten we op de bestemming zijn. Anders krijgen we problemen met dat het op tijd geleverd wordt. En dat telt ook mee. Wat ik ook zie is dat we arriveren op zondag om 11:30 s'nachts. Als ik het goed heb wat er staat. Ik ga in ieder geval mijn best doen om zo snel mogelijk daar te zijn. Nou, ik denk sowieso als we nog 12 uur resteren moeten. Dan als ik dit uitreken, dan kunnen we, daar hebben we nog 10 uur over om even te relaxen voordat de volgende opdracht verschijnt. En dan kunnen we even in 10 uur tijd kunnen we even een tukje doen. Ik weet niet of jullie met me mee een tukje gaan doen. Ze zijn hier aan de weg bezig. Ik merk wel dat er een heel ander landschap is. Of ligt het aan mij? Het is apart hoor. We mogen hier 90 km/u, dus ik wil me ook echt aan de regels houden. Want het gaat gewoon perfect. Ik merk aan mezelf, het gaat gewoon fantastisch. Kijk, even een mooi meertje jongens. En het is altijd pittig om even recht te rijden. En een bootje vaart over het water zoals jullie zien daar. En rechts wat hooibalen. Hoi! En ik denk dat ik te hard ga weer. Ik ga deze man even inhalen. Zo, en kijk die omgeving, joh, fantastisch. Fantastische omgeving, dames en heren, fantastisch. En kijk nou die hele mooie, lieve, zachte, leuke, fantastische wagens hier. Allemaal gejat. Oké, je mag hier 70 km/u. En ik vind het echt een fantastische omgeving, dames en heren. Moet je kijken. En we gaan invoegen. Oeh, wat? Hij moet opletten. Hij moet opletten, ik niet. Ja, ik word hier strontzagrijnig van elke keer. Het is niet mijn fout dat iemand een fout maakt, krijg ik de schuld ervan. Dat is nog steeds aanwezig. Dat is nog steeds aanwezig, helaas. Potverdikke me. Nou, nog even. Vind ze nog 1,5 uur volhouden. We halen het gewoon in deze video. We halen het gewoon. Kom op. Even volhouden nog. Ik kan het. We zien, daar hebben we nog wel een beetje over. Dat moet goed komen. Ah, kun je even dat intro even nog een keer? Wow, die haperde! Wow. Het intro loopt zelfs helemaal slow. Nou, dat kan toch niet, jongens? Jeetje, mina. Oh, ik heb natuurlijk wat minder slecht ontvangst. Ik heb hier gewoon weinig ontvangst natuurlijk. Dit is allemaal live, jongens. Dit is allemaal live. Nou ja. Ik weet het niet hoe hard we mogen hier. We zijn hier in Polen. En de mooie bosjes hier rechts. En de bomen hier links. Dat maken een natuurgebied in Polen. Kom je en jat mijn bomen nu maar mee, dan zetten we hem neer hier naast de wc. Als er alleen nog plek voor is, is niemand die je mist. Hey, hup, daar is Willem met de waterbom dan. Oh, fantastisch. Moet je kijken, een boerderijtje en een fabriekje of zo. Je mag hier 50 remmen! Bialystok. Oh, dit wat leuk deze omgeving. Fantastische omgeving, fantastisch. Oké, de melkpoeder is bijna geleverd. Dames en heren, hou alsjeblieft nog vol. In een uur zijn we op de bestemming. Ik weet niet waar we moeten zijn, of we in de stad komen of we langs de weg iets dumpen. Die melkpoeder moet er komen. Het is mijn plicht om die melkpoeder te brengen naar de bestemming van de bestemming. Ja, links zou ik best wel willen wonen, dat dorpje. Kijk hoe vredig. En kijk hier rechts, allemaal hooibalen. Ik ga geen hooi weer zeggen hoor jongens, ik heb dat al gedaan. Die grap is over. En waar komen we in? Bialystok. Er is maar één plaats die met me fokt. Kom op, moet ik je inhalen? Maar dat mag weer niet. Want het is een doorgetrokken streep. Daar mag je niemand inhalen. Dus wat we nu gaan doen is wachten totdat meneer hopelijk bij de eerstvolgende bocht naar links of rechts gaat. Maar dat doet hij niet, want het is één lange rechte lijn. Dus wat we gaan doen, we gaan hem inhalen.
En hopelijk gaat hij een beetje gassen. Want ik heb geen zin dat er nu op de andere baan een andere auto komt. En dat gaat... En ook die meneer gaan we inhalen. Gaat niet, er komt een auto aan de andere kant, maar hij rijdt op zich wel lekker door. Oké, tof. Oh my god. Check deze omgeving, dames en heren. Dat ziet er even stoer uit. Wow! Wat schattig. Ik wil hier stoppen, maar dat kan niet. Kijk nou, ik mis gewoon... Ja, sorry. Damn, ik ga maar rechts niet kijken, want het ziet er lelijk uit. Wat een fantastische, mooie omgeving. Oké, er zit een stelletje voor in de auto. Nou, schat, zijn ze nou nog niet klaar hier? Nee, schat, dat zie je toch. Niet zo bij de hand. Weet je al wat die hier bouwen? Nou, ja, en mensen zie je trouwens langs de kant. Dat zag je ook niet zo vaak in vrachtwagenchauffeur. Werknemers, leuk. Toch, het is een plaatsje. Bij Alistok. We gaan naar bij Alistok. Want daar moeten we namelijk ook alles gaan leveren. Ik laat het zien. Oh, we moeten niet naar Dachse. We komen van Dachse waarschijnlijk. Of het ligt... Is dat de hoofdplaat? Ik weet het in mijn god niet. Maar in ieder geval moeten we naar Bijlistok. En daar zijn we bijna. En ja, mogen hier 50 trouwens. Dus we gaan dat hard. Bijlistok. Oh, dat klinkt niet echt... dat klinkt niet echt Polens. Oh, daar lopen mensen. Was dat vroeger ook zo dat er mensen lopen in de game? Ik kan me niet herinneren. Ofwel, ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Ik weet niet meer. Hij mag best groen zijn, want dan hoef ik mijn vrachtwagen niet goed zo. Gassen. Ik wil doorrijden. Ik moet toch weer remmen voor die mongool voor me. Oké, ga naar rechts. Alsjeblieft, ga naar rechts. Ga naar links. Mooi, ik mag ook. Opzouten voor mijn neus. Ik zie daar zelfs een vrachtwagen van DHL. Oké, we zitten dus bijna bij de stemming. Jullie hebben het goed volgehouden, mensen. Goed zo, goed werk. Blijf groen. Dankjewel. Het zou wat zijn als ik hier op de kop ga. In de laatste bocht. Zo. Of in deze bocht. Oké. Laten we het nou gelijk... Ik ga er gewoon inrijden, jongens. Want anders duurt het te lang met inrijden. Zo. Parkeerbonus hoeven niet. Die 2% extra. En huppakee, dames en heren. We hebben het gehaald. Yes! Yeah! Whee! Level 8 geworden, jongens. In deze aflevering level 8 geworden. En wat, we kunnen weer een blokje vaardigheid erbij doen. En gaan eens kijken. Hoge waarde vracht... Breekbare vracht, milieuvriendelijk rijden. Ik denk dat we hoge waarde vracht omhoog gaan doen. Toepassen. Oké, super tof. Ik hoop dat je het leuk vond, de vrachtwagenchauffeur Vincent video. En volgende keer bekijken, dan gaan we zeker weer een vracht doen in Polen, wat ik heb beloofd. Doei!